Sociale media en verkeer gaan niet altijd goed samen. Mensen staren te veel naar hun telefoon en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Om hier verandering in te brengen is de Groningse campagne Fiets veilig, blijf offline gisteren begonnen. Aan het eind van de middag werden flesjes water uitgedeeld aan de fietsers op het fietspad tussen Groningen en Zuidhorn. Fietsers zijn extra kwetsbaar in het verkeer en kunnen de telefoon beter in de broekzak houden. Op de flesjes staat de boodschap Fiets veilig, blijf offline. Op deze manier willen de gezamenlijke regionale overheden een grote groep mensen die dagelijks naar bijvoorbeeld werk of school fietsen erop wijzen dat smartphonevrij fietsen beter is voor de verkeersveiligheid. Fiets veilig, blijf offline, ja. Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Een van de mensen die de flesjes water aan het uitdelen was, is Willemijn Bijl. Nou, ik denk vooral dat je vooral op je telefoon let en niet meer echt bewust bent van de omgeving, wegen, auto's om je heen. En dat kan natuurlijk voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Toch denken mensen niet snel aan de veiligheid, maar willen ze gewoon even snel dat berichtje beantwoorden of even dat spelletje afmaken. Ik had een vriend en die zat Pokémon Go spelen op zijn elektrische fiets. En die let niet op, die ging vol wat op zijn bek. Omdat ik dan net even wat wil zeggen en dan, ja, het is niet altijd veilig, maar... Het is een goed idee om mensen te wijzen op het gevaar van fietsen met de telefoon. Nou, ze maken de verkeersveiligheid in gevaar. Want wij komen ze regelmatig tegen. Ze hangen voorovergebogen en ze hebben alleen maar aandacht voor de telefoon. En ze zien dus niet het tegenliggende verkeer aankomen. Waardoor wij vaak moeten schreeuwen van kijk uit, let op. Al zijn sommige mensen wat hardleers. Ik ben ook een paar keer gevallen met de fiets, omdat ik gewoon op mijn telefoon zit. En heb je nog niks van geleerd? Nou, ik doe het wel minder, alleen ik doe het nog steeds wel eigenlijk. De reacties van de mensen die het flesje water overhandigd krijgen zijn enthousiast. Alleen zijn ze bang dat het niet echt gaat helpen. Voorlichting en controle. Meer controles ofzo, dat je daar gewoon echt een boete voor kan krijgen als je op je telefoon, dat het maar zwaarder gestraft zou worden of bestraft zou worden. Ik vind het wel heel goed. In elk geval, ja, het verandert misschien niet meteen alles, maar misschien zet je mensen toch aan het denken die hier langskomen. Dus dat kan al de eerste stap zijn, denk ik.